Jenny Zoltan in Apple is voor Help Tomo ingeschreven en is daarmee de eerste goedgekeurde zoon van Jenny. Voor Jenny Zoltan Jenny wordt met succes in de sport uitgewacht en heeft 72 winstpunten. Jenny won alles de Oregon Trofee. Knocking Apple komt bij de stemming Iris Sturgy. Die hebben we nog geweest van de jong overleden kampioenings Ebert. Knocking Apple komt bij de succesvolle Turgy-stap. Jonger andere naast meer goede sportbaan op de bekende Cup met de meervoudige topsport bij die Turgy wacht. Zoals een dochter van Renovo. Knocking Apple scoort op zijn examen. Prachtige cijfers, want die gaan we zo dadelijk nog meer over vertellen. De landstap is met 11,4% gemiddeld. De renner is Hanny van Middelaar. De woord aan Lauwerte. Knocking Apple was op de heksenkeuring vorig jaar nog niet één van de meest grote uitschieters van die dag. Maar wij zeggen altijd dat er tussen de oren zit is niet meetbaar aan een touwtje. En dat is ook zo. De heks komt uit een verschrikkelijk mooie moederlijn. Want Conteusie, waar Lauwert Vinken vroeger bij reed, daar ging je gewoon voor naar concours om die merrie te zien. Daar is eigenlijk nog nooit een heks van goedgekeurd geweest. Dus we hebben gezegd, als het even kan, dan willen we die heks gewoon proberen. Dat hebben we gedaan. En eigenlijk tijdens de eerste voorrijdagen bleek al dat de heks zeer getalenteerd was. Heel veel inzet. Sprong er iedere keer op keer goed voor. Er waren nog wel eens verbeterpuntjes, maar die zijn tijdens het onderzoek ook goed verbeterd. De heks heeft heel veel werklust, laat zich met heel veel plezier rijden, is continu aansprekend, heeft altijd het front erbovenop staan en wil er altijd voor gaan. En wij verwachten ook dat deze heks ook op concours dit jaar zich goed van zich laat horen. En de heks heeft een hele mooie cijferbal gekregen, heeft voor de front een 8 ontvangen, lichaamshouding een 7,5, zweefmomenten 7,5, actie van het voorbenen 7,5. Gebruik van het achterbeen 7,5, lopenlus een 8. Bewerkbaarheid en instelling 8,5 en algeheel beeld en stuigbaarheid een 8. En ook voor de familie van Maaswaal hartstikke leuk. Ze fokken enthousiast en betuigbaar en bedrijfbaar. En dat dan zo'n bekroning als fokker op zijn plaats is vandaag goedgekeurde heest hebben die zich ook nog weer heel fijn laat zien. Dus geweldig. En we hopen dat de heks van zich doet spreken dit jaar. We zien hem graag op de concours terug. Lauwertel, compliment aan de fokker Nico van Maaswaal. Komt wel Grand Prix SU-paarden van de goedgekeurde in het spinnen. En nu is een goedgekeurde Rocky Apple met Hanny van Middelaar. Nico die komt die rente vandaag. Ja, we doen even mee. Echte diehards die zitten hier toch wel op de tribune. Het zijn geen toeschouwers, het zijn fokkers en eigenaren die mogen er wel zijn. Dus wat doen we? We doen nog even de handen op elkaar. Mensen, maar voor me. Dan komen we erbij. Nico van Maaswaal. Harry, show nog een keer hier op de lange zijde zitten de fans. Maar hoe zeggen de sfeer zit er toch nog niet alweer in. En we gaan door. Norbert MS. Fokker J. Bloemert op Staphorst. Reden door de eigenaar Frenke Sarris. Rond deze vierjarige Norbert MS met Borja Tommen in de schreven. Zijn vader Fred is de enige nog levende zoon
Wat betreft het Waterman, zeer veel heeft betekend voor de tuigpark Fokkerij. Norbert Evers is de eerste goedgekeurde zoon van Urgent die 281 winstpunten behaalde. Moeder Georgina is een sterdochter van de naar Amerika geëxporteerde Waldemar. Norbert behaalde op het richting onderzoek ook mooie cijfers. Daar gaat Norbert natuurlijk nog aandacht aan besteden. Treft hier de Fokkerij, die in het verleden ook meervoudig kampioen just in tuinkracht. Norbert kan gezien zijn laag verwantschap van 9,2%. Mooie bijdrage leveren in het kader van voedselwijding en verwantschapsverlaging. Het woord aan de hotel. Ja, de hengste Norbert is de derde van vandaag die zich weet te presenteren. In tegenstelling tot de vorige twee hengsten is dit misschien wel een nakomeling uit een van de laatste jaargangen van Urgent. Die heeft nog niet eerder een hengst ingeschreven gekregen. Maar dat laat onverlet dat we deze hengst met veel plezier en genoegen hebben kunnen inschrijven. Norbert die liet ook tijdens het voorrijden al zien dat hij heel makkelijk te bewerken was. Liet zich heel fijn rijden. Dat is denk ik ook het grootste kenmerk van deze hengst. Tijdens het onderzoek was hij in het begin wat wisselend. Maar het onderzoek is ook maar kort. De hengst moest nog wat acclimatiseren op stal. Daar heeft hij echt wel een beetje last van gehad. Maar gedurende met name de laatste anderhalf week wist hij zich echt op te waarderen. En met name met het eindexamen liet hij zich bijzonder goed zien. Het is een heel fijn paard om naar te kijken, laat zich heel fijn rijden. Heeft een ongelooflijk fijn karakter. Dat is ook een eigenschap wat we in de tuigpaardfokkerij echt nodig zijn. Iedereen moet met onze tuigpaarden kunnen rijden. En de hengst heeft een hele nette cijferbal, die ga ik ook even benoemen. De hengst heeft gekregen van het front een 7,5. Voor de lichaamshouding een 7. Voor het zweefmoment een 8. Actie van het voorbeen een 7,5. Gebruik van het achterbeen een 8. Looplust een 7,5, bewerkbaarheid en instelling een 8 en algeheel beeld een 7,5. En we hopen ook Norbert dit jaar weer terug te zien op de concoursveld. Daar zien we allemaal naar uit. En, ja, en hopelijk gaat Norbert daar, zal daar deelgenoot van zijn van de sport. Bedankt Lamartel, gevangen bij Bloemert, Stappars, de Norbert RS. RS staat voor de eigenaar, daar is hij, Vredesdagers. Kijk naar het gezicht van Kijk. Zeer geconcentreerd, zeer gespannen. En die komt hier nog een keer met Norbert RS. Mooi komt. Kijk naar de achterbeweging van de voorbeen. Het zweetmoment. Krachtig op het treden van de achterbeweging. Ik zou zeggen, help op het dak. Ook daar moet hij naar weg. Presentatie, Jaargang van Tuigpark 2021. Hengst die in oktober werd ingeschreven. Je zag Theo van Leersen, je zag Melvin Echo. En we zien Norbert RS. Studio, volgens mij zit Anne Roem alweer present in de studio. Anne Roem.